Welkom in Steenwijkerland, de gemeente met natuurlijk heel veel natuur. De wieden, de weerribben, maar ook dit is natuur. De Kamp, een oude stuwwal aan de rand van de stad vlakbij Zuidveen. Is dit nu wel of niet een geschikte plek voor een nieuwe woonwijk? Daarover straks een discussie. En we hebben natuurlijk weer een portret van een markant raadslid. Dit is Stemmingmakerij vanuit Steenwijkerland. Ingeklemd tussen de Noordoostpolder, Friesland en Drenthe ligt de gemeente Steenwijkerland. De oude stad Steenwijk met de hoogste kerktoren van Overijssel als bekende blikvanger. Met eromheen maar liefst 30 kleinere stadjes, dorpen en buurten. Water is hier bijna overal. Dus met temperaturen onder nul betekent dat ook heel veel ijs. Het grootste deel van de gemeente is natuur. Met Giethoorn als centrum van het watertoerisme in het Nationaal Park Weerribbewiede. Maar Steenwijkerland is meer dan rietsnijders, vissers en fluisterboten. Economisch is de gemeente flink gegroeid, onder meer door betere verbindingen met de rest van het land. In 10 jaar tijd kwamen er 2000 banen bij. En ook nu nog groeit de gemeente. In veel plaatsen in de buurt kan je kiezen uit 4 of 5 partijen. Hier in Steenwijkerland kan je maar liefst uit 11 verschillende partijen kiezen, waarvan 5 lokale. Lokaal christelijk, lokaal sociaal, lokaal duurzaam. Het is er allemaal. Maar komen ze ook alle 11 straks terug in de raad? Nou, dat is aan de inwoners op 3 maart. Ja, ik ga zeker stemmen. U gaat zeker stemmen? Ja, absoluut. Weet u ook al waarop? Ja, de ChristenUnie. Nee. Nee, waarom niet? Geen zin om. CPB. Mag ik dat vertellen? Sociale thema's vind ik erg belangrijk, dat de mensen aan de onderkant van de samenleving ook mee kunnen doen. En het groene thema vind ik ook erg belangrijk. Ik ken hier weer die meneer goed en en daar ga ik op stemmen natuurlijk. Ja, ik ga wel stemmen, maar ik ben niet zo eens met beleid hier. Nee, dat boeit mij allemaal niet meer zo. Nee, het is allemaal één pot nat, heb ik het idee. Strooibeleid. Dat is toch wel, we zijn hier dus ondernemers en we moeten hier de kost verdienen. En als er dan zo slecht gestrooid wordt, dan heb ik toch wel moeite mee. Dit is de Kamp, een glooiend terrein met wat akkers en bosjes aan de rand van Steenwijk. Het gebied is een oude stuwwal, ontstaan in de laatste ijstijd. De Kamp ligt gunstig ten opzichte van het centrum en de rondweg en is daarom een goede locatie voor een mooie woonwijk, vindt het college. De eerste plannen hiervoor zijn al meer dan 10 jaar oud. Maar er is ook veel weerstand tegen. Een woonwijk zou het oude landschap te veel aantasten. Wat hier zo goed aan is, is als je achter je kijkt, dat het echt binnen loopafstand van de stad is. En als je nou echt wat zou willen, als je je wil onderscheiden, dan heb je kwalitatieve woonruimte nodig. En nou, wij denken dat dit dus een van de weinige plekken is van binnen Steenwijk waarin het kan. Dit is een heel mooi gebied. Je kunt het vandaag, nou, het is het op zijn mooist, vind ik, met die mooie witte sneeuw. Het is een heel cultuurhistorisch gebied. Het is een bijzonder gebied qua natuur. En ja, het hoort bij Steenwijk zoals het er nu ligt, vind ik. En dat vinden meer mensen met mij. We moeten groeien en groeien en groeien. En dan moet je huizen hebben, want dan komen de mensen. Ja, en het is gewoon gebleken dat we niet zo groeien. Ook de komende tijd zullen we niet groeien. Misschien niet inkrimpen, maar we zullen gewoon niet groeien. En dat wil ook niet echt doordringen. Dat blijft ook laatst nog in de bijeenkomst, blijft de wethouder toch zeggen we gaan groeien. En dat is niet zo. Dit is wel een kern wat nog niet zo 1, 2, 3 op de krimp staat. Er zijn wel andere gebieden waar krimp te verwachten is. Maar in de stad Steenwijk is er ook nog met gezinsverdunning, want we zitten hier nog aan de bovenkant. Er zijn dat argumenten waardoor hier nog makkelijk gebouwd kan worden. En dan denk ik, als je nou echt niks anders had, oké, maar als je hier gaat bouwen, dan creëer je in andere wijken leegstand. En wat gaan we daar dan doen? Het open landschap trekt altijd veel wandelaars uit de stad. Er is dan ook flink wat protest in Steenwijk tegen de bouwplannen. Met verschillende acties is al geprobeerd de komst van de wijk tegen te houden. Maar natuurbehoud en woningbouw kunnen ook heel goed samengaan, denkt het CDA. Ja, het is een ontzettend kwalitatief mooie locatie. Dus als je zorgvuldig omgaat met de historie van hier, met de cultuur. Maar je kunt hier ook bouwen. Als je dat dan 2 vliegen in 1 klap kan staan, dan kan dat prima wat ons betreft.
mensen zijn wel steeds meer doordrongen van het feit, als ze hier naar huizen komen, dan zijn we dit wel kwijt. Lopen we hier dan langs, gaan we hier fietsen, komen we met de auto er langs, dan is dat mooie uitzicht, dit mooie glooiende landschap, dat is er niet meer en dat komt ook niet terug. Goedemorgen, mijn naam is Wouter Vries, lijsttrekker voor LOS, lokaal onafhankelijk Steinwijkerland. We hebben lijst 10 en 3 maart doen we mee aan de verkiezingen. En ik nodig u graag uit om LOS aan u te binden. Dank u wel. Een nieuwe partij, maar zeker geen nieuw gezicht. Wouter de Vries kwam in 1994 al in de gemeenteraad, toen voor de PvdA. De laatste periode was hij wethouder. Hij kwam in conflict met zijn eigen fractie en moest 1,5 jaar geleden opstappen. Ook al was het afscheid pijnlijk, de Vries gaat niet terug om een en ander recht te zetten. Recht zetten niet. Iets is gelopen zoals het is gelopen. En dan zijn er altijd mensen die zeggen van ja, hij doet dat uit rancune. Nou, 1 ding, absoluut niet. Sans rancune. Het is hartstikke leuk werk om wat te doen voor die gemeenschap. Om voor de mensen direct iets te kunnen betekenen. We doen dat. Je moet niet gaan smijten met modder. Sommigen zullen dat willen doen. En 1 ding, het laat je niet los. Het raakt je wel. Maar ik hoop ook dat de kiezer dat begrijpt. 11 kandidaten staan er op de lijst van LOS met een paar bekende namen. Ook de zoons van Wouter Vries doen mee. Alle 2. En daar ben ik op zich heel blij mee. Want politiek en het politieke virus dat ontstaat ook vaak gewoon aan de tafel. Hè, en in de harmonie van het gezin. Dus ik wil het graag met de mensen om me heen doen. En er zijn er voorlopig zijn dat 11. En bij een volgende verkiezingen, ja, we mogen er 30 op de lijst zetten. Nou, wie weet. Wie weet. 1 stad, 30 kleinere kernen en 11 partijen. Of ze allemaal in de raad gaan komen, we zien het na 3 maart. Dit was Stemmingmakerij vanuit Steenwijkerland. En morgen dan is Jan Mededorp in Borne. Tot dan.